potentiële klanten van het afgelopen jaar die we gesproken hebben op andere beurzen of in havens of op een andere manier. Daarnaast natuurlijk ook onze eigen Pardo-eigenaren die wel een feestje verdiend hebben. Ja, het woord zegt het al, relatiekaarten. Dus ik denk dat je heel goed moet nadenken, wat zijn mijn beste relaties? En beste relaties wil niet zeggen dat het die grootste klanten zijn, maar misschien kunnen het ook klanten zijn die het meeste invloed hebben op de wereld om hun heen. Wij vinden het evenement dermate de moeite waard dat we graag zoveel mogelijk mensen hebben. Want uiteindelijk weet je nooit precies van tevoren aan wie je wel en niet gaat verkopen. Wij zorgen altijd dat de mensen kunnen inschrijven. Dan gaan we er eigenlijk vanuit wie het eerste komt, wie het eerste ook recht heeft op een kaart. Maar ja, zoals altijd komen mensen nog na de tijd. Maar ja, uiteindelijk is dat ook een teken van succes. Als je meer kaarten nodig hebt, prima. Betekent ook dat we meer mensen mogen ontvangen. Nou, mijn beste mensen natuurlijk. We hebben natuurlijk twee soorten kaarten. De VIP-kaarten en de reguliere kaarten. Op de opening is het altijd weer een uitdaging, maar iedereen wil altijd komen. En daar willen we wel selectief in zijn. Dus dat zijn onze beste relaties. Voor ons is het een feestje van het jaar. Dan willen we daar ook iets heel moois van maken. En gewoon een groot feest van maken tijdens de VIP-avond. Dus die mensen nodigen wij graag uit. Thank you.